Welkom in Mechelen. Ik ben Mick van der Heijden en ik ga jullie een korte rondleiding geven door mijn dorp. Dit is Mechelen, waar een van de jongste initiatiefnemers van dit jaar, Mick van der Heijden, ons zijn dorp laat zien. Mick is pas 14, maar heeft het hele dorp enthousiast weten te krijgen voor de verkiezing. Waarom is Mechelen het leukste dorp van Limburg? Nou, in de eerste plaats is Mechelen het leukste dorp van Limburg, omdat in Mechelen zo'n leuke lui wonen. Lui die gastvrijheid uitstralen, die vriendelijk zijn, saamhorigheid. Mechelen telt op dit moment circa 2000 inwoners. Het ligt midden in het Limburgse heuvellandschap en is te herkennen aan de vele vakwerkhuizen. De volgende stop voor Mick is het café, want in Mechelen weten ze wel wat feesten is. Waarom vind ik Mechelen het leukste dorp van Limburg? Hier in Mechelen vind ik het helemaal gezellig. Het is een rustig dorp, gezellig dorp. Voor jong en oud, leuke verenigingen en het versteedt zich gewoon allemaal heel erg goed. Verder heeft Mechelen een van de kleinste broodjeszaken in Limburg. Deze wordt gerund door Lucie Rademacher. Maar kom niet met te groot bezoek, want de zaak heeft maar 5 tafels. Voor Mick zit de fietstocht door Mechelen er bijna op. Inmiddels heeft hij het einde van de hoofdstraat bereikt. Ik heb jullie nu mijn hele dorp laten zien. Stam op Mechelen!